Toch kijken deze video. Mijn naam is Wesley van Wesboy 1999. Met vandaag weer de nieuwe FC Volendam manager. Ik weer op met natuurlijk Giovanni van Bronkorst. En vandaag hebben we wedstrijden. Uh, twee wedstrijden met Canada. De eerste wedstrijd als bondscoach van Canada voor Giovanni van Bronkorst. En ook één wedstrijd tegen de Vitesse. En een simulatiewedstrijd tegen FC Utrecht. Dat zijn de wedstrijden in deze aflevering. En we gaan beginnen dus met de twee wedstrijden voor Canada. En ja, we gaan vanaf de volgende interland wel wat andere spelers... Uh, oh ja, uh, Timber, Quinten Timber van Feyenoord hadden jullie gevraagd om het te kopen. Maar hij is wel duur, 5,5 miljoen. En ja, bij mij in de Feyenoord Queer Mode ben ik nog niet zo fan van hem. Misschien dat hij het in een, bij een kleinere club wel laat zien... Ik had nog een paar andere zelfsuggesties uh, toegevoegd aan de lijst. We, zien allemaal, we kijken allemaal wat er. Ik denk volgend de seizoen pas. Of moet er een uh, topspeler vertrekken. Uh, wat er dan bij gaat komen. Dus ja, uh, de, uh, dus, ja ik, ik heb gewoon wat uh, random uh, spelers erbij staan. Spelers die nu nog uitgeleend zijn. Ik heb Iatalen erbij gezet. Je weet maar nooit hoe het loopt. Als we die kunnen lenen of misschien kopen. Ja, kopen is gewoon te duur. Maar goed, we gaan het zien. In ieder geval de eerste wedstrijd voor Canada tegen Nieuw-Zeeland. Deze. Eh, vriendschappelijke wedstrijd, het is wel een vriendschappelijke wedstrijd is dus niet echt belangrijk maar we gaan wel dus gewoon de wedstrijden spelen voor nu, omdat het de beginperiode is voor Van Bronkorst. later ga ik denk ik de vriendschappelijke wedstrijden gewoon simuleren, en dan ga ik alleen de kwalificatie en natuurlijk het EK of zo, EK's, eh, eh, voor mij hebben we geen, nee we hebben alleen WK want we zijn in geen Europees land dus ja, we, gaan, we zijn begonnen aan de wedstrijd, Balbezit is dus hier nu voor Canada Bouchanan Laria. Lariea. ja, Laria. Ik het beter maar zo uit. Ik geef de goede voorzet op uh, Osorio. David. En het is de voorsprong voor Canada. En David scoort. En wij leiden, en wij leiden dus met 1-0. Een goed begin voor Dio Vani van Broncos. En zijn ploeg. En de voorsprong staat. En Canada is tot nu toe de ploeg met het meeste balbezit. David weer. Geeft de goede pas op. Hoilet voorzet komt en de bal aan de klem vast. Een bal voor uh, Marinovic. Die wacht op zijn medespelers die vrij komen te staan. De bal is weer voor Canada. Gaat snel dus. Osoro, David. David! En het is uh, 2-0 voor uh, Canada. David, perfect gedaan. Vlak voor rust. 2-0 voor de ploeg van Giovanni van Bronkorst. Waterman zit er druk. Onderschept nu weer door Canada. Nu misschien nog een uitbraak. Zal het zijn? Osorio. Osorio. Bouchanan. Hoeveel extra tijd hebben we? Balman voren voorkomen. De bal weggehaald. Opgevangen weer. Kans hier voor een doelpunt. Weer de bal weggehaald. De extra tijd zit erop. En de eerste helft ook. Bij dus een stand van uh, 2-0. Gaan we kijken wat de tweede helft gaat worden. De tweede helft. Een bal valt hier perfect voor Miller. Nou, dan kan het er misschien een 3-0 worden. Miller. Bal terug. En dan tijdens het schot weer geblokt. Bal hier dan nu weer. Voor uh, Canada. Weer de aanval. David. David draait er goed langs. David met de kans. En het doelpunt. Goed begin. 3-0 voor Canada. En zo lijkt deze eerste wedstrijd voor uh, de nieuwe bondscoach, Giovanni van der goed af te lopen. Nu de laatste 10 minuten die aangebroken zijn aan deze wedstrijd. Met nog steeds die 3-0 voorsprong. Maar Nieuw-Zeeland gaat eruit beheren te komen en probeert een doelbeurt te maken. Miller zit er dan weer goed tussen. Larin. Larin. Larin komt daar niet langs. Royas Walen. En dan wel hier voor de Root. Oppassen nu. Komt er dan een kans voor Nieuw-Zeeland voor een doelpunt? Die komt er niet. Die gaat maar net naast hier. Dat was de kans voor een, uh, een 3-1. Maar het blijft 3-0. Wissel ook bij Canada nu. En ook bij Nieuw-Zeeland is de, de wissel. Hier hebben we al voor Davies uh, Ugbo. De, de wedstrijd zit het bijna op. 1 minuut extra tijd. Die is verstreken. En dat is ook gelijk klaar. We winnen. Met 3-0. Onze eerste wedstrijd. Tegen Nieuw-Zeeland. En We gaan nu kijken wat de volgende wedstrijd wordt. Die wordt tegen de Verenigde Staten. Nou, het zijn tot nu toe wel wedstrijden die je kan winnen. Dus we gaan zien wat het wordt. Canada tegen de VS. Ik ga heel aan de elftel opstellen. Kijk hoe het elftal zich staande houdt. Andere spelers. Kijk hoe die spelen. En ook uh, Borian gewoon in het doel. De volgende wedstrijd was sint klaar Sint-Claire noem ik het gewoon wel makkelijk. Dat dat tot onze vaste doelman ook al wordt. Bjorkan is wel natuurlijk een doelman op leeftijd. Ik wil ook in dit elftal eigenlijk. In het, in het, in het uh, ja, elftal van Canada. Wel de jeugd houden. En nu hebben we natuurlijk al wat oude namen nu mee. Dus die moeten we nu even gaan kijken. En die ga ik sowieso. Voor de volgende interland. Ga ik die wel eruit zetten. En dan uh, ja, gewoon jonge spelers selecteren. Maakt niet uit wat voor algemeen ze zijn. We trekken ze gewoon bij het uh, nationale elftal. Want Gio van Bronkhorst is gewoon een coach die met. Uh, ja, op, één positie misschien, misschien na. Zoals het nu bij Volendam is. Natuurlijk ook Leroy Ver. Die natuurlijk de aanvoerder is. Gewoon op één oudere speler. Na de rest wel wat jonge spelers op zijn uh, positie hebben staan. Ryan Thomas is dus ook al wat ouder natuurlijk. Hier komt de kans uiteindelijk gelijk van voor. Dus het is een goede paas. Een fantastische paas. En dan is hij goed afgemaakt. Maar het gaat even voorheen. Moet je kijken naar die paas. De aanvoerder schiet hem binnen van deze wedstrijd. Maar wat een goede paas was het op hem. De voorzitter is al mooi. Hier zien we het hup, het hakje en dan is het uh, afmaken, bam. 1-0 voor Canada. Scott mag hem maken. Uit de hoekschop is uh, Canada weer dreigend. Bal weg Kennedy. Caillé. Caillé komt daar niet langs. Er, komt er, een komt er is er een overtreding gemaakt, komt er een vrij trap voor Canada. Kijken of wij een vrije trap kunnen scoren. Ja, tot nu toe gaat het voor mij lastig. Hoekschop begint nou wel een beetje in te komen. Daar moest, ik aan, moest, moest ik ook even aan winnen. Nou, schop heb, heb ik nog niet zoveel genomen. Dus. Maar goed. Nu is een vrije trap voor uh, Canada. Kan Cavalini en binnen schieten voor een 2-0. Deze vrije trap. Binnenkant voet effect. En die gaat uh, niet erin. Die is in uh, de handen van uh, Steffen. Kwartier gespeeld. 1-0. Nog steeds. Millar. Die nou hier uh, Cavallini wegstuurt. En die mag hem maken. 2-0 voor Canada. Cavallini zet zijn ploeg op voorsprong. Nou, voor mij zou het ook een, een goede spits zou kunnen zijn. Even in de gaten houden. Misschien ook wel goed voor Volendam. Of waar we. Ja, gewoon Volendam is natuurlijk nu waar we blijven. Gewoon dan willen we naar de top brengen. En willen we de topspelers zetten bij Volendam. Dus het kan, mag een beetje later, in, later onrealistisch worden, natuurlijk. Want je moet echt jonge, goede, getalenteerde spelers hebben. En ook wel houden. Hier komen wij op een acht, niet op een acht, staat maar op een, ja, op een doelpunt tegen. Dat is de aansluitingsteffer van de Verenigde Staten. Dus ja, dat wordt even, uh, even aanpoten voor uh, Canada nu. Johnston. Johnston. Zoek naar zijn medespeler. Vindt hij nog niet? Daar heb ik wel bijvoorbeeld voor. Cavallini. Lekker beetje Italiaanse naam. Maar dan schiet de bal naast. Hoekschop nu voor Canada alweer. Kijken of wij die hoekschop uh, goed kunnen voorgeven. Dat voorgeven lukt wel. Alleen niet helemaal lekker. De bal bij wel een bezit van Canada. Hier dan nu. Henry. Half uur gespeeld. Nog steeds 2-1 voor Canada. Henry. Henry. Redding. Nog een keer de redding. En de derde instantie dan de paal. Dan zit het ook niet mee. Wat hier had het 3-1 moeten en misschien zelfs wel kunnen staan. Maar het kan nog steeds. Cavallini is er weggestuurd. Cavallini. En die schiet hem binnen. Zijn tweede in de wedstrijd. 3-1 voor Canada. Cavallini. Zet zijn ploeg op een 3-1 voorsprong. En zo is het uh, zo bijna vlak voor rust. 3-1. Davies. Long. Sanon. Sanon. Sonora. Het is even nu weer de opbouw van de, van de Verenigde Staten. Wij hebben weer de bal onderschept. Goed. Caillé, Johnston. Johnston. Draait daar goed weg. De bal goed nu op Caillé, Loopt er dan een speler mee. Volgens mij nog niet. Voorzet. Komt. Cavallini kan de bal niet goed controleren. Dan gaat de eerste helft bijna, bijna voorbij. Krijgen we extra tijd. Die is ook voorbij. En dan gaan we kijken of we de tweede helft uh, langzij kunnen komen. En misschien uh, richting een viering kunnen gaan. Om wat voor safe te spelen. Mocht het gebeuren. Nou, We gaan gewoon nu gewoon stress simuleren. Ik, ja, 3-2 gewonnen. We hebben nog gewonnen. Dus ja, we gaan nu met een goed gevoel weer terug naar Volendam. Want we hebben een wedstrijd nog. Twee wedstrijden tegen Vitesse en tegen FC Utrecht. We gaan de wedstrijd tegen Vitesse nu spelen. Utrecht gaan we simuleren. Zodat we morgen de beken, een bekerwedstrijd hebben tegen Excelsior. Voor mij de, derde, de tweede ronde of eerste ronde. Ik weet niet hoe dat zit. Maar dat hebben we dus tegen Excelsior. Dus we kijken morgen of, ja, morgen of die goed gaat aflopen natuurlijk. Nu in ieder geval de wedstrijd tegen Vitesse. In Arnhem. En we gaan zien of wij hier tegen Vitesse een goed resultaat kunnen laten zien. In buiten schiet de bal hiernaast. Dat is zijn kans voor een doelpunt. Maar het blijft dus 0-0. Uh, Thomas. Goed. Simon. Komt dus in een kans nu voor Volendam. De eerste kans. Simon. Goed. Ryan Thomas. En het is de voorsprong voor Volendam. En het is zijn eerste doelpunt voor uh, FC Volendam. Ryan Thomas. Is hier aanvoeren. Ik ben even vergeten om die reverse aanvoeren te maken. Maar Ryan Thomas ziet hem binnen voor de 1-0. Dus we hebben nu 33. Lang wachten eigenlijk voor de aanval. Guller wordt onderuit gehaald. Doorspeler. Hij heeft wel lichtelijk geblesseerd. Vega. Braaf. Guller controleert de bal. En geeft hem af op Ryan Thomas. Braaf. Goed. Braaf. En dan is het uh, 2-0. En dan zit hij er heel goed in. En dan mag Braaf ook, volgens mij ja, niet zijn eerste, want hij heeft er al een paar gemaakt. Maar staat het wel 2-0. Eerste helft bijna voorbij. Vidovic, Ardem, Vitesse, nu weer richting het doel van uh, Stankovic. Maar voor een te weer terug. Wijn Thomas, raakt de bal weer kwijt. Bado Frederiksen, oppassen nu. Stankovic blijven staan en dan is het uiteindelijk het doelpunt van Frederiksen. En dan komen ze terug, de aansluitingster voor de 1 2 Gaan we rusten wel bij een 2-1 voorsprong en gaan we kijken of wij. Ja, ik zeg het elke keer: kijken of wij. Maar we gaan nu zien of wij de tweede helft. Gewoon voor safe kunnen spelen en gewoon 2-1 kunnen houden. Um, omdat het nog uitgemaakt. ja we hebben, we, we hebben wel eens vaker voorgestaan En dan verloren we nog of we speelden gelijk. Dus ja, laten we niet uitroepen. Uh, Güler, die wordt er wel uitgehaald. Omdat hij toch al lichter gebaseerd was. In ieder geval, wij nu de aanval. Antonucci geeft de bal prima voor. En Simon. Die schiet hem binnen. Weer die jeugdspits van FC Volendam. Simon. Hij laat zich weer echt, echt gewoon perfect zien voor de ploeg uit Volendam. En zo is het dus de 3-1. Vitesse gaat wel op jacht. Maar Volendam heeft de bal snel terug. Antonucci. Goed. Willemsen. Willemsen. En die schiet hem ook binnen. De vervanger van de lichtelijk geblesseerde Güler. Later blijkt dat hij helemaal niks heeft, maar toch. De voorzorg eruit gehaald. En uh, Willemsen, zijn vervanger, schiet hem nu binnen voor de 4-1. En dan is het, uh, ja, verrassend genoeg. Vodendam die leidt. Ja, dat kan de volgende wedstrijd maar zo weer anders zijn, natuurlijk. Buiting. Brenner Maas erin gekomen voor Lama bij Volendam. Bero. Vitesse nu op jacht naar een 2-4. Laatste kwartier van de wedstrijd. Is aangebroken. Bare veder, dat was eigenlijk hier voor Stankovic. Dat was klem. Richting zijn medespeler Ryan Thomas. Goed. Vega. Simon. Goede paasjes over en weer. Antonucci nu. Die dat dan minder. De man die volgend zoon terug gaat naar Feyenoord. Antonucci. Op uitkijken nu. Buiting komt er niet aan. Goed geleerd door Vorendam nu. Ryan Thomas hier. Krakt de bol kwijt, Buitink. Hoeveel extra tijd gaat er komen zometeen? Dat is de vraag. Deze bal naast doeltrap. Buur komt erin bij Volendam. En is het een beetje versneld de laatste minuten van de wedstrijd. Waarvoor we waar Vitesse wel de kans krijgt tot een 2-4. Die gaat er niet in. Die gaat over. De extra tijd uh, gaat ook zo in. Kijk wat de extra tijd gaat worden. De extra tijd. Uh, is klaar. En dan was het was twee minuten trouwens. En we winnen dus met. Uh, met 4-1. Ja met 4-1 hebben we gewonnen. En we gaan uh, door. De volgende aflevering. Hebben we natuurlijk de wedstrijd. Ik zei het al. Uh, tegen. Uh, tegen FU'd, de refsuit. De refsuit krijgen we nu. De dus simuleren. De volgende aflevering. Hebben we de wedstrijd tegen Excelsior. In de beker. Even kijken wat de wedstrijd gaat worden. Oh ja dit moet ik laten zien. Nou zo doe je dus. Uh, je gaat op uh, Op je. Op je Griekse eieren kan je dus kiezen uit uh, dat je training wil laten zien of uh, dat je dat passeert. Nou, ik heb het al passeren gedaan, anders ben je heel lang bezig. Uh, duurde even voordat ik erachter kwam, maar uiteindelijk lukte het dan toch. De wedstrijd hier, ik moest één speler dat het langer vaak laten spelen. Nou, bij de, deze dan ook, heb ik hem ook even opgesteld. Wat gaan wij deze wedstrijd doen? Tegen een terecht en die gaan wij 2-2 gelijk spelen. Ik heb toch wel een redelijk goed gevoel naar de wedstrijd tegen Excelsior. Die is dus voor de volgende aflevering. Kuipers gaan wij uitlenen. James gaan we niet verkopen. En dan uh, zou ik zeggen. Kijk morgen weer naar een nieuwe aflevering. Voor de wedstrijd tegen Excelsior. Bedankt voor het kijken. En later.